Even een rekenvoorbeeld. Stel, je hebt een 2-jarig abonnement met telefoon. Je betaalt hiervoor totaal 50 euro per maand. 30 euro voor het abonnement en 20 voor de telefoon. Na 14 maanden wil je een nieuwe telefoon. Je contract loopt nog 10 maanden. Stap 1. Je huidige telefoon betaal je af door de resterende 10 keer 20 euro is 200 euro te betalen. Stap 2. Je ruilt je huidige telefoon in, want deze heeft vaak nog een inruilwaarde, bijvoorbeeld 125 euro. Stap 3. Je kiest een iets duurdere, nieuwe smartphone met een 2-jarig abonnement, zonder eenmalige bijbetaling en waarbij je maandelijks 24 euro voor je telefoon gaat betalen. Je neemt hetzelfde abonnement voor 30 euro per maand. Nog even alles samengevat. Stap 1. Je huidige telefoon betaal je af. Dit is dus eenmalig 200 euro. Stap 2. Je huidige telefoon ruil je in en daar ontvang je eenmalig 125 euro voor. Stap 3. Je kiest de nieuwste smartphone met een 2-jarig abonnement. Eenmalig betaal je 0 euro bij. Totaal is dat eenmalig 75 euro. En vanaf dat moment 54 euro per maand. Met Vodafone Next heb je dus al een nieuwe telefoon tijdens je contract in 3 eenvoudige stappen. Je hoeft nooit meer 2 jaar te wachten tot je kunt verlengen. Je nieuwe abonnement gaat meteen in. En je bepaalt zelf of je je telefoon houdt of inruilt. Bel nu 1201 of bezoek de dichtstbijzijnde Vodafone winkel en laat je informeren wat Vodafone Next voor jou betekent. Vodafone Next, part of the deal bij je nieuwe Vodafone abonnement.